We zijn vandaag in Flagey samen met de Brussels Philharmonic en een aantal jazzmuzici. We zijn de muziek aan het opnemen van Terence Blanchard, die we natuurlijk allemaal kennen als een jazzmuzikus, maar natuurlijk ook een carrière als creatief componist. En dat is natuurlijk geresulteerd in een aantal fantastische soundtracks die hij gecomponeerd heeft voor enkele films van Spike Lee. Wat vooral opvalt in de muziek van Terence Blanchard, zoals we die horen, dat is dat de films van Spike Lee zijn vaak een beetje woest en zitten vol woede. En dan hoor je dat in de muziek van Terence Blanchard daar een emotionele dimensie aan heeft die misschien in de beelden ontbreekt, maar die die beelden of die films van Spike Lee enorm versterkt. Het is op en top jazzmuziek die eigenlijk gebouwd is op een aantal zeer eenvoudige elementen. Je hebt akkoordenschema's, dat wordt ondersteund door een ritmisch patroon. Dan heb je een thema, wat in het geval van Terence heel vaak gespeeld wordt door de trompet en door hemzelf. En dan heb je eigenlijk een soort vrije passage waarin dat de solist improviseert. Het is eigenlijk de kern van die muziek. En wat is nieuw bij deze opname? Dat is dat we een aantal jonge muzikanten, jonge leeuwen, loslaten op die partituur. En die zorgen dan voor een eigen interpretatie. Die doen daar eigenlijk hun eigen ding mee. Dus in die zin zal het een heel uniek project zijn. Men zal natuurlijk de muziek van Terence horen, maar toch geïnterpreteerd op een nieuwe, frisse, jonge hedendaagse manier.